En elk jaar wordt er voor de presentatie van de jaarrede door de president gespeculeerd over de begroting of de voornemens die uitgesproken zullen worden. Zo ook dit jaar. Onze nieuwsdienst heeft vandaag voor aanvang van de buitengewone openbare vergadering gesproken met SLM-directeur Lakshmi Singh. Vanuit de SLM, met name de luchtvaartsector, waren de verwachtingen positief. Lakshmi Singh hoopt dat het bedrijf door het dal heen is. En dat we de toekomst, net als het weer op dit moment, zonnig mogen bekijken. Want we hebben begrepen, de minister van Financiën heeft het aangegeven, dat er een draai komt. Het lijkt erop alsof het nu economisch en financieel beter zal gaan van Suriname. Zijpelt het ook door direct naar SLM? Natuurlijk gaat het doorzijpelen naar SLM. Als het economisch goed gaat, één, gaan de mensen vaker reizen. En twee, voor de SLM is het ook beter. We zitten nu in een investeringssituatie, investeringsklimaat. Dus als we een stabiel beleid hebben en een stabiel land, dan zijn de investeerders geneigd om te investeren in de SLM. Dus laten we hopen dat, en de minister van Financiën zal het wel weten, ik heb vertrouwen in hem. Aldus SLM-directeur Lakshmi Singh. Minister Gilmour Hoefdraad van Financiën was evenals Lakshmi Singh zeer positief gestemd. Volgens de bewindsman heeft de regering het hard en goed gedaan. Vanaf 2015. Er is volgens hem zwaar bezuinigd en het begrotingstekort is steeds verder omlaag gebracht. Met ondersteuning van de Nationale Assemblée is volgens Hoefdraad veel verbeterd. Voor het volgend jaar ook hetzelfde. Credits naar momenten van financiën hebben heel hard gewerkt. Lange dagen en avonden gemaakt om alles af te ronden. De laatste hand was geslagen de financiële nota. Alles is prima. En zoals ik het zeg, wij werken volgens de begroting. En als er cash drops zijn, dan gaan we aanpassen. Maar je ziet het, we zijn al 2 jaar bezig. Het is het 3e jaar in. We make it. We make it. U bent zeer positief gestemd. Ik heb u ook horen zeggen dat er nu een draai komt in financieel-economisch opzicht. Zal het Suriname nu beter gaan? Nou, ik zie, het is voelbaar. We hebben al gezien dat... De wisselkoers is vrij stabiel over de laatste 10 maanden. De reserves die in het laagste punt waren, zijn al mooi gegroeid. Iets meer dan 4 maanden ter beschikking. Het blijft groeien. Fiscaal, of schoon het nog altijd pas en meten is, ik wil niet voorbarig zijn, komen we er dus toch wel wat beter uit. De betalingsbalans is goed verbeterd. De goudmaatschappijen, staatsolie, die draaien goed. En er zijn mooie perspectieven voor de toekomst. Alus financiënminister Gilmour Hoefdraad in gesprek met ATV-verslaggeefster Carla Boetius voor de presentatie van de jaarrede. De bewindsman gelooft er heilig in dat het goed komt met ons land in financieel-economisch opzicht.